Op zondag 10 juni organiseert de stad Lokeren voor het eerst een grote duurzaamheidsdag. In samenwerking met veel partners en landbouwbedrijven. Als stad willen wij een voorbeeldfunctie geven. En met onze duurzaamheidsdag op 10 juni, eerstkomend op Vaderdag, willen wij eigenlijk tonen wat wij als stad allemaal al doen rond de duurzaamheid. En dat is heel wat op verschillende fronten. We willen daarmee ook een voorbeeld zijn naar onze lokeraars, naar onze burgers. Van kijk, wat de stad doet, dat kan jij misschien ook in het klein doen. Kom eens kijken hoe de zaken werken. En we werken eigenlijk op verschillende domeinen. We hebben het deel rond energie, we hebben een deel rond mobiliteit, maar we hebben ook een belangrijk deel rond landbouw. En dan denken we onmiddellijk natuurlijk aan de korte keten. Binnen de korte keten in Lokeren zijn een 17-tal landbouwbedrijven actief. Een groot deel daarvan zal tijdens de duurzaamheidsdag bijeenkomen voor een grote boerenmarkt. Een van de deelnemers is aardbeienkweker Grindhof. Toen wij de vraag kregen van de stad Lokeren om daaraan mee te doen, hebben wij direct ja gezegd, zonder twijfelen. Want voor ons het rechtstreekse contact met de consument, voor onze aardbeien te verkopen, vinden wij heel belangrijk. Wat is er duurzamer dan rechtstreeks te verkopen? Ik vind dat wel een heel mooi initiatief van de stad uit, dat we kunnen samenwerken om ons product, waar wij toch fier op zijn, om dat zo aan de man te kunnen brengen. Door samen te werken, ook met andere collega-boeren. Wij doen mee met Alpaca Lokeren aan de duurzaamheidsdag op 10 juni in Lokeren. Omdat wij een uniek product hebben. Dus we hebben de alpacawol. Alpacawol is 10 keer warmer als schapenwol en heeft de fijnheid en zachtheid van kashmir. Alpacawol vind je heel weinig eigenlijk in België. En omdat wij onze eigen wol verwerken tot andere producten zoals kousen en handpoppen en zo, doen wij mee aan de duurzaamheidsdag te Lokeren. Ik vind het een heel mooi initiatief van de stad Lokeren. Het zet ook de landbouw nog eens goed in de kijker. Het benadrukt vooral welke producten de landbouwers hier in Lokeren hebben. En ik vind uiteindelijk, het draagt wel bij tot het milieu en tot eigenlijk het imago van de landbouw. Ja. Naast de boerenmarkt valt er op de duurzaamheidsdag nog heel wat te beleven in het centrum van Lokeren. Men kan daar proefritjes gaan maken met voertuigen om eens te zien wat het is om met voertuigen te rijden die met proper brandstoffen zich voortbewegen. We kunnen ook eens gaan kijken wat er op de sporthal het dak daar ligt. Dat zijn onze zonnepanelen, te bereiken via een hoogtewerker, ook voor publiek toegankelijk die dag. En op de markt zal er ook alles en nog wat zijn rond voeding. Ook scholen participeren, dus het aanbod is zowel voor groot als voor klein meer dan voldoende. Het is ook het eerste moment dat er een mogelijkheid is om onze eigen stadswijn te komen proeven. De duurzaamheidsdag gaat door op 10 juni. In de voormiddag is er een fietstocht georganiseerd door de dienst van toerisme. En vanaf 12 uur is iedereen meer dan welkom op de markt en de grote kaai. Voor meer info over de duurzaamheidsdag, surf naar de website van de stad Lokeren.